Hoi, welkom bij mijn vlog Halloween. Ik ben Paulina, mocht je het nog niet weten. En ik post elke dag deze maand een Halloween gerelateerd filmpje. Vandaag heb ik deze super schattige plantenpotjes gemaakt. En zonder al te veel gedoe, vergeet het filmpje niet even een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Mocht je deze vlog Halloween helemaal af willen kijken. Dan gaan we nu snel naar de knutsel van de plantenpotjes. Het viel me enigszins wel een beetje tegen hier en daar. Ik liep toch wel wat tegen wat dingetjes op. Dat was voornamelijk met het snijden van die hoofden. Ik denk dat doe ik wel eventjes, maar dat viel weer tegen. Zo is er altijd wat. Ja. Ik ben wel heel erg blij met de uitkomsten van. Ik denk dat ik uiteindelijk toch die zwarte wel wat leuker vind als die roze. Maar ik wou gewoon ook laten zien dat er ook met lichte kleuren gewerkt kan worden rond Halloween. Mocht je het allemaal een beetje te somber vinden. Zoals je hier ziet heb ik hier ook een plantje gemaakt met een plantjesnapper. Maar het gaat een beetje om het idee dat het dus wel mogelijk is door gewoon zo'n trick-or-treat emmertje te pakken en daar een plantje in te proppen. Dus dat dan. Er zijn heksenketeltjes te koop in allerlei vormen. Deze heb ik gekocht voor de sensory bins voor op mijn werk. Maar hier zou je ook gewoon heel erg schattig van die hele kleine mini kaktusjes in kunnen doen en zo. Hou je niet van dat dood en terror en weet ik het allemaal wat Halloween met zich meebrengt. Kan je ook leuk een heksenketeltje nemen of zo'n pompoenemmertje. En daar kan je ook gewoon een plantje in stoppen. Ik hoop dat je hem weer leuk vond voor vandaag. Dat je allemaal leuke ideetjes hieruit kan halen voor jezelf. Je eigen Halloweenstijl kan creëren voorbij je thuis met leuke plantjes. En dat maakt het toch allemaal net wat huiselijker en warmer. Ik hou ervan. Maar ik hou ook van Halloween. Dus eigenlijk alles met Halloween vind ik allemaal prima. Heb je nog geen duimpje omhoog gedaan? Dan is nu je moment. Ja, en vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal als je dat ook nog niet gedaan hebt. Daar, op de knop. Er staat een belletje bij. Dat belletje is dat je een melding krijgt als ik weer een filmpje upload. En dat zal morgen zijn, de volgende vlog Halloween. Waar je me ook dagelijks kan volgen, deze maand en eigenlijk alle maanden, is op Instagram en Facebook. Die linken staan hier beneden in de beschrijving. Heb je nog wat gezelligs te melden? Dat kan daaronder. En ik reageer altijd gezellig terug. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Doei!